Welkom bij een nieuwe video van Wat eet je dan wel? Vandaag is het zondag en ik ga je meenemen door mijn dag heen. Het wordt vandaag een heerlijke luie zondag, want ik heb niet veel gepland. Ik ga lekker series kijken en zo, maar ik ga natuurlijk ook eten en drinken. En ik ga je laten zien wat allemaal. Ik begin vandaag met een smoothie bowl. En normaal maak ik die zelf. Is dat meestal niet altijd, maar ik heb niet zoveel in huis. Dus toen dacht ik, ik heb deze meestal in de vriezer, dit is ideaal. Ik ga hem in de supermarkt kopen. Er zitten twee zakjes in. Ik zal het even laten zien. Eén zo'n zakje is precies genoeg voor één smoothie. En daar doe je dan bijvoorbeeld plantaardige melk bij of plantaardige yoghurt of zelfs water kan volgens mij. Alleen doe ik daar dan wat minder in dan op de verpakking staat, zodat het wat dikker wordt. En dan kan ik er een smoothie bowl mee maken. Dus dat ga ik als eerste doen. Om de smoothie te maken, mijn blender, mijn BlendTec blender. Ik zal hieronder linken welke huishoudelijke apparaten ik allemaal gebruik momenteel, mocht je dat leuk vinden. Oké, ik heb hier dus dat zakje. Er zit onder andere banaan in en frambozen en rode bessen en volgens mij bramen. Nou, die gaat natuurlijk in de blender. En dan doe ik er gewoon wat ongezoete sojayoghurt bij. Maar zoals ik al zei, je kan ook plantaardige melk of sap erbij doen. Ik doe er gewoon een heel klein beetje bij, zodat het allemaal dik blijft. Even kijken hoe dit uitpakt. En hier zit ook een speciale smoothie knop op, wat echt ideaal is. Oké, mijn smoothie bowl is klaar. Ik heb er wat plantaardige yoghurt overheen gedaan, wat extra en wat banaan. En misschien denk je, waar ben je mee bezig? Maar geloof me, als je dit nog niet hebt geprobeerd, thank me later. Dit zijn rijstwafels, verkruimeld. En die doe je dan door je smoothie bowl. En dat is zo lekker. Dat heb ik een keer op YouTube gezien. En sindsdien doe ik het echt graag door mijn smoothie bowl. Het wordt een soort van, ja, het is een soort crunchy cereal. Maar dan, ja, helemaal niet slecht voor je. En gewoon lekker. Probeer het een keer. Echt waar. Ik beloof het je, dit is heel lekker. Oké, ik ga dit even van genieten. Maar ik ga ook nog even koffie zetten. Toen hebben we een bonenmachine, een koffiebonenmachine. En hiervoor hadden we een espresso apparaat. Die hebben we trouwens nog, maar die maken we op. Maar we gaan nu in principe over op koffiebonen. En dan heb ik de heerlijke koffiebonen van Wakuli. Dit zijn echt onze favoriete bonen. Er zijn er in meerdere soorten. Ik zal hieronder linken welke het precies zijn en hoe je eraan kan komen. En met een kortingscode krijg je 50% korting op jouw eerste bestelling. En dit is echt hele goede koffie. En ook nog eens eerlijke koffie. Oké, ik ga even lekker een bakje koffie zetten. Met uiteraard opgeklopte warme melk. Ik zal ook mijn melkopschuimer hieronder linken. Als je het leuk vindt. Ik ben hier echt heel tevreden over de Eventum. Oké, there we go. Oké, het is alweer tijd voor de lunch. En ik ga lunchen met een soepje die ik afgelopen maandag in Duitsland heb gekocht. Ik was namelijk afgelopen maandag jarig. En voor mijn verjaardag wilde ik heel graag een dagje naar Duitsland. Daar ga ik echt heel graag heen met Fabien een paar keer per jaar. Met de auto. En dan gaan we boodschappen doen. Want sowieso zijn de boodschappen wel een stuk goedkoper daar. En ze hebben ook gewoon leuke vegan producten om te proberen. Daar ben ik zo gek op. En het was dus heel lang geleden voor mij dat ik daar was. Ik denk wel een jaar of twee. Dus alles was wel een beetje nieuw voor mij. Waaronder deze soep. Dit zag er zo cool uit. Zo cute. Geredde soep. Van aardappel en prei. Dat is een combinatie die je hier niet zo vaak ziet. Maar daar wel. Heerlijke soep. Die ben ik nu aan het verwarmen en ik eet daar een vegan worstenbroodje van Ecoplaza bij. De soep is klaar en ik heb al geproefd. Het is echt heel lekker. Ja, ik ga dit ook zelf proberen te maken. Aardappelsoep met prei. En daarbij een worstenbroodje van Ecoplaza. Maar die had ik al vaker gegeten. Dus gewoon prima worstenbroodje. Niks mis, maar hartstikke lekker. Nou, ik ga weer lekker verder terug naar mijn serie. Deze kocht ik afgelopen maandag in Duitsland bij de supermarkt Kaufland. En zoals je ziet is dit een soort gedroogde worst. Het is helemaal vegan. En het is gedroogd, gestoomd en gerookt. Staat er op de verpakking. En deze gedroogde worst heeft een soort van velletje. Het ziet er heel realistisch uit. Het ruikt ook echt heel realistisch. En het smaakt ook wel realistisch. Ik had het, als ik heel eerlijk ben, iets sappiger verwacht. Iets juicier, zeg maar. Het is vrij droog. Maar ja, het is dan ook gedroogde worst. Vegan. Maar het is absoluut een aanrader voor als je in Duitsland bent en je komt deze tegen. Ik ga het lekker opeten. Ja, ik ben blij hiermee. Ik vind het zo leuk om nieuwe producten uit te proberen.
Nou, het is tijd voor het avondeten en dit heb ik gemaakt. Het is wel iets wat wij ongeveer 1 à 2 keer per week eten hier. Sinds ik het heb ontdekt, het is zo lekker en gezond. Nou, het heb allerlei groenten heb ik gemengd met olijfolie en peper en zout. Onder andere courgette, broccoli en zoete aardappel. En dat heb ik dan geroosterd voor ongeveer 30 minuten in de oven op 200 graden. Halverwege omdraaien. En dat is zoveel smaakvoller dan groente koken. Echt, ik kook eigenlijk nooit geen groente meer sinds ik de oven ontdekt heb. En daarbij heb ik een vegan hamburger in stukjes gesneden. En wat couscous geweld in groentebouillon. En daaroverheen een heerlijk sausje van tahin vermengd met ongezoete plantaardige yoghurt, knoflook, peperzout en peterselie. Echt onwijs simpel, maar zo smaakvol en zo lekker. Nou, ik ga hier even van genieten. Na het eten wat sinaasappel. Ik zit inmiddels op de bank. Het is 9:30 en ik zit hier met een heerlijke zelfgebakken gevulde koek. Ik heb hem even doormidden gebroken, want ik wil jullie laten zien hoe de binnenkant eruit ziet. Er zit namelijk pompoen in en pumpkin spice en amandelspijs. Dus je kan begrijpen hoe lekker dit ruikt. Het recept volgt nog. En ze zijn trouwens ook glutenvrij. En natuurlijk een enorme bak thee. Love it. Echt. En dan gewoon kaarsjes aan, pompoenetjes neergezet. Ja, maar blijer kan je mij niet maken eigenlijk dan de herfst. Love it. Ik hoop dat je het leuk vond om deze video te zien. Als dat zo is, help je mij enorm door een duimpje omhoog te geven. Vergeet je niet te abonneren. Zet het belletje aan, zodat je een melding krijgt als er een nieuwe video komt. Zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!